Wat een kut weer. Waar is Jason? Goedemorgen allemaal. Oké, ik dacht ik kan wel gewoon vloggen buiten in de regen, maar volgens mij is het niet echt een succes. Mijn camera is helemaal nat nu, dus dat ga ik niet meer doen. Hij zit bizar traag in. Kan niet goed zijn hoor. Maar ik ben nu dus op station Roderijs, metrostation Roderijs. Ik ga vandaag een hele leuke dag hebben met, oh fuck, mijn haar. Met Jason, baas van Imagination NV, en het is echt kut weer. Kijk, zo'n soort auto wil ik zelf misschien gaan kopen. Zo'n bestelbusje, niet te groot, niet te duur. En ja, kan wel wat in, dus we gaan zien wat het dit jaar wordt. Eerst nog maar even sparen en nu wachten op Jason. Oh, daar is hij. Daar is hij. Zie je die bus daar zo? Jawel hoor. Oké, ik ga naar binnen. Het is echt heel vies weer. Ja, waarom ga je buiten staan? Dus ik stond daar onder. Ga je wachten? Ja, yeah. Goed. Ja, met jou? Ja, ook goed. Weertje? Ja, ik zou vanochtend met Dias en Bruno een stagegesprek hebben. Mag je niet door? Die hebben ineens een clipshoot. Oh. In Wassenaar. En ja, ik kom gisteravond uit Leiden, dus dat was iets dichterbij. Het was chiller geweest als ik daar was gebleven, maar... Mag je niet door? Nee, ik dacht ik ga niet helemaal naar Wassenaar toe. Komt het maandag dan wel als ik moet beginnen dat stagegesprek. Begin je al gelijk? Ja. Ja. Portemonnee ligt nog in de bus. Ja. Echt waar? Ja. Piep. 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 Hoe duur? 20 cent. Je bent in de korte aanbieding. 2 voor de prijs van 1. Je plannen. We zijn dus aangekomen bij Imagination AV hier zo op de zaak. Ik heb hier laatst mijn bedrijfsfilm geschoten voor school. Die kan je checken op het kanaal van Geler Insiders, was ook met Jason. Ik heb niet echt veel gevlogd in de auto of buiten meer, omdat het super hard regent. Maar de auto's die staan daar zo beneden. En we gaan nu dus lekker even lunchen. Super lekker kaashambroodje, altijd goed. En dan ga ik jullie een beetje, denk ik, vermaken of iets. Misschien een Nexus 2 setje pakken of iets. Hier achter mij is de showroom. Die zal ik je even laten zien. Hangt daar de liner in. Subwoofers, speakers. Truss zie je daar zo. DJ boots, nog meer truss. Zo, het is opgeruimd. Je hebt het opgeruimd, zie ik. Hoe heb je die flightcases opgestapeld dan? Daar? Ja? Oppakken, neerzetten. Nee. Zijn leeg. Nou, dan weegt het nog wat. Ja, oké. Zo, spierballen hoor. Spierballen. Straks even een setje neerknallen misschien. Dit hier zo zijn de B5A's die ik laatst heb gekocht van de Mate Audio. Er staat nog wel master op, maar dat komt omdat de productie, toen deze werd geproduceerd, heette het nog Master Audio. Dit zijn de witte. Hier zo lekkere chocolaatjes en zo. Dit is een mini beamer. Zal ik ook nog even checken straks, denk ik. En kijk, hoe mooi. Best event 2016. Nice, hè? Dus ja, het is wel gezellig hier zo op kantoor. Ik hoop niet dat je last hebt van de radio of dat ik copyright ga krijgen, maar... We zijn er. Oh ja? Ja, een koekje, is een koekje. Koekje erbij. Ga ik naar buiten? Ja, het was weer leuk geweest. Mijn kijkers hebben dit nog nooit gezien, hè? Wat? Jouw kantoor. Hoe vaak ben je hier nou geweest? Maar nooit voor mijn YouTube kanaal. Echt niet? Nee. Nou, dit is de dag. Dit is de dag, ja. Dit is een vieze versterker. Of... Oh nee, kapot. Dit is de eerste linerkast van Amate. Echt? Kijk dit nou, joh. Wat een lelijk ding wel. Ik vond hem wel mooi. Zo klein. Dubbel 6. Volgens mij is die ook echt veel zwaarder. Echt van metaal of zo gemaakt. Ja, dat wel. Grappig. Lachen, maar die ligt er weer voor. Ken Jason zijn rotzooi. Oh ja, 1 RX is weg. Alle CD's zijn weg. Het is carnaval, jongen. Heb je zoveel verhuurd dan? Ja.
chill. Dan zal het ook wel vies en kapot terugkomen, denk ik. Ja, die kans acht ik zeer plausibel. Ja, nou, dan kan ik jullie alleen deze RX laten zien even straks. En, oké. Dan hebben we hier zo andere dingen. Waarom koop jij dan ledstrips van Showtech? Dit. Dat zijn digitale, toch? Ja. Dus? Want die kan je pixelen, dus die kan je per pixel... Oh, nice. Ja. Mooi hoor. Die zit in de DJ-boys. Oké. Dit is dan zo'n DJ-boot. Die bouwt hij zelf van hout. En hier staan allemaal speakertjes. Nou ja, speakertjes. Linery. Dit is een 21 inch subcast. En hier komt een bas uit, jongens. Echt niet normaal. Die woofer die zit hier achter. Die blaast naar die kant toe. En hij is echt super dik. Maar volgens mij dit zijn de JK15's. Nice. En hiervan stonden er 8 volgens mij blendfest van deze subwoofers. 4 aan elke kant met dan eentje omgedraaid. En ja, het is leuk. Dit is dan Jason zijn opslag hier. Kijk, een B5A setje. Is toch leuk? Wat hebben we hier voor iets? Geen idee. Dus gewoon even verder, dat vind je echt toch? Nee hoor. Nee, hoor. Eerst de andere RX. Zit je daar nog in? Ja. Lijkt wel een stagiair. Had je moeten doorgeven dat je ook iets met de AV doet. Ja, dat is een beetje toevallig. Geen video? Tuurlijk man, ik heb net die beamer toch gezien. Ja man, die beamer. Maar ik ben er nu, hè? Is van 10,6 kamer. Ja, hier is het 20. Dit is even. Ja. Heb je al gezegd dat je niet zo'n slimme actie hebt gedaan? Wel. Gewoon dat je daar anders kan op zitten. Ja, blijkbaar. Ik zeg dat niet. Ik ga even USB stickje halen boven en dan kijken of het werkt. Zo, we zijn net speakers op elkaar spanje van mij. Ja? Hoeveel? Nou? 72. Wat? Hoezo dan? Heb ik besteld. Jee, wat voor? Ja, ja. Jezus. Kijk, dit is de RX. XDJ RX. Aanknop zit hierachter. Doe je hem aan, gaan we mooie lampjes branden. Dan heb je 2 USB ingangen. Ik weet dat er, nou ja, je kan hem in elk allebei doen als je wil. En je kan ook opnemen dan met een andere USB-stick, dat, als dat goed is. Dan doe ik even mijn USB-stick erin. Klik natuurlijk op USB 1. En dan moet hij als het goed is mijn recordbox gaan laden. En dat doet hij. Even kijken. Doet hij niet. Ik heb het eigenlijk ook al lang niet meer thuis geprobeerd, omdat ik niet zo vaak eigenlijk meer draai thuis. Hij vindt het niet. Hij kan mijn recordbox database niet vinden. Zo, dat is even niet. Dat is gewoon hetzelfde laatst, hè, bij een feest. Dat is gewoon hetzelfde als Nexus, hè, deze. Ja, ja. Maar ik heb dan wat verkeerd gedaan. Exporteren. Wat ben je dan? Een domme koel. Niet zo handig. Nee. Zit je me nou te filmen? Kijk.
Aangezien ik mijn bron voor Recordbox niet bij me heb, kan ik dat niet doen. Wat ik wel kan doen, als ik nou nog iets van een suppie of zo wil aansluiten beneden, hoe moet ik dat dan doen? Of is het gewoon doorlussen? Je kan een 12 inch basspeaker pakken. Oké. Okay. Toch? Ja, ik zal even kijken hoe ik moet aansluiten. Die kan je gewoon doorlussen. Oké, okay. Top. Poging 2, ik heb de muziek erop staan. Het is een mooi ding die RX, maar volgens mij wat ik al eerder heb verteld is dat ik er altijd wel aan moet wennen als ik hier op draai. En ik hou niet zo van die kleinere chokewheels. Ik hoop dat die iets laat vinden. Waarom doet hij het niet? Nou, ik ga mijn USB wel even formatteren. Ik hoop dat hij het dan doet. Gedoe dit. Nou, laatste poging. Het is toch vervelend dit, jongens. Dus, ik heb hier Recordbox voor me. Ik heb even mijn playlist aangeklikt welke ik wil exporteren naar deze USB-stick. Even een andere gepakt. Hij is nu bezig, zoals je daar zo beneden kan zien. Hij is nu op 60% bijna. En dan ga ik proberen of hij het doet. Ik heb dit topje gepakt. Dit is een JK26A. 450 watt, 121 decibel. Echt bizar, het is 10 inch denk ik, zoiets. Anders pak ik zo'n 12 inch chipje daar zo beneden. Pak ik die nog eventjes bij, als ik dat wil natuurlijk. En Jason is nu weg, ik ben dus nu officieel baas van Made Audio. Ik bedoel Imagination AV. En ja, hey, kijk, dit zijn die HDJ 2000 MK2's en volgens mij zit die er ook nog in. Jullie staan nu officieel in een line array, jongens. Oké, de MacBook is klaar. Wat je dan doet, dan verwijder je je USB stick uit Recordbox. Dan doe je hem uitwerpen dus. Ga hem hierin doen. Hopelijk pakt hij hem, dan ben ik echt super blij. Yes, hij pakt hem. Ik zit altijd hier zo, omdat hij op de CD is altijd hier zit, maar hier zit hij nu daar zo. Dan gaan we even naar onze playlist, Low to Deck 1, komt hij hier zo. Dan hebben we nu een nummer. Oh, kijk. Hij doet dat gewoon gelijk. Gewoon een nice subwoofertje dit. Super klein, licht. 12 inch. Misschien wel dubbel 12, ik weet eigenlijk niet zoveel goed. Zo'n tussenpaal met schroefdraad. Kun je natuurlijk op zich overal in laten zetten. Maar ik ben benieuwd wat voor geluidje uitkomt. Jason had laatst voor mij een mooie aanbieding voor deze speakers. JK15NA of zo zijn dit. Dit zijn 15 inch topkasten. Ja, ik kan niet zien wat voor wat het is en zo, maar volgens mij zijn ze wel nice. Ik ga even die topkasten ook weer opzetten tot die sub. Zo. Het is allebei powercon aansluiting. En dan kan je ook allemaal doorlussen. Dus je kan de XLR doorlussen, je kan de powercon doorlussen. Ga ik hier eventjes, als dat hier ligt. Zo'n doorluskabeltje pakken, maar ik kan het niet zo snel vinden eerlijk gezegd. Kijk, het is wel een tof speaker setje. Lekker klein. Ook niet te klein, nou ja, eigenlijk wel. Ik ga nu niet voor de mooie afwerking, dat heb je misschien al gezien. Ik ga het gewoon aansluiten en lekker boeien hoe het eruit ziet. Ik zit aangesloten, ik weet niet of ik nog iets moet instellen. Ik ga gewoon muziek aanzetten en kijken hoe het klinkt. Hey, die sub is wel lekker hoor. Ja. Maar hij gaat niet heel laag volgens mij nog. Ik heb het nog niet echt uitgetest. Moet ik nog iets instellen trouwens? Of kan ik het gewoon doorlussen? Doe maar wat. Binnen tegen, binnen tegen. Ah, het is een leuk setje. Ja. Waar gebruik je dit voor? Dit kan je voor heel veel dingen gebruiken. Tot hoeveel man kan dit ongeveer? Ik heb er een keer een bruiloft mee gedaan voor 150 man. Zoveel?
Maar het beste... Natuurlijk komt het achterin niet zo hard, maar ja, dat is nooit de bedoeling, want mensen willen ook de achter gewoon een beetje... Ja, horen. Dat is waar. Maar het is natuurlijk niet zo dik en tof als zo'n 15-inch setje erachter. Nee. Je staat best wel met een lullig speakersetje eigenlijk, qua uiterlijk. Bij bruiloft vinden het mensen vaak belangrijk dat de speakers niet echt zichtbaar zijn. Ja, oké. Okay. Dus dan is het wel tof. Ja. En het past achter in je polo. Echt? Het past in de achterbak van de polo, zo. Twee basspeakers en twee top. En nog een DJ-setje. Dat weet ik niet, maar... Misschien op de voor... Oh ja. Ja. Van 12 uur 's avonds naar van 9 uur 's avonds tot 9 uur 's ochtends. Bizar. Op dat NX'je daar. Lekker hoor. Echt super lekker man. Nou, ze gaan wel goed laag. Die. Jij? 12. Ja. Dus deze... Wat belangt van een audio kwaliteit? Wat? Dat ze niet zo laag gingen. Nee, het waren gewoon 320. Was dat. Okay. Maar het zal het nummer wel zijn geweest. Maar ik draai hem wel helemaal open. Maar het was meer omdat ik het lekker vind. Moet wel lekker toch? Oh shit, zo klein. No shit, Sherlock. Wat de fuck ga jij nou doen? Oh, jij wilt mij ook halen? Ja. Kijk, dit is dus dat speakersetje dat Jason mij wilde verkopen. Wat een mooi prijsje. 15 inch topkasten. Op een fucking 12 inch subwoofer, man. Geen rustig. Nee. Maar het alleen van dat ik geen statief wil pakken. Goed? Oh, je bent weer lui. Ja. Nee, is goed daar. Kijk, dit is toch geen gezicht, jongens. What the fuck? En nu? Luister. Nu moet ik wat muziek afspelen. Ik heb nu mijn oordop in. Ik weet niet of je ze kon zien. Maar het is nog even oefenen. Ten eerste welke in welke oor moet. Het staat wel rood en blauw op, maar ik weet het verschil nog niet. Maar volgens mij is de rechter voor de rood voor rechts. En dan de blauw voor links. Maar het is nog wel even oefenen hoe ik ze eruit moet krijgen. En ik heb er een mooi tasje bij zoals je in die video had kunnen zien. Ik ben er wel erg blij mee. Ik hoor mezelf ook amper praten nu. Maar volgens mij is het wel gewoon super goed. We gaan shut them down. Y'all thought we killed them with the last one. Shake, shake that drop. Nooit gedacht dat ik jullie platen ooit nog zou draaien, hoor. Jezus. Die had een Bruno. Bas. Ja,
heel veel. Vette vijfden. Je wordt gefilmd. Een beetje een leuke video vonden. Ik ging gewoon even op bezoek bij Jason. Er was niks speciaals of zo vandaag. Het was wel erg gezellig. Jason zit hier achter. Het is nu iets van 5:30 of zo. 5:45 zelfs al. Ik ga vanavond dus naar Kevin toe. Dat is een andere video. Die kan je ook checken op mijn kanaal natuurlijk. Binnenkort of misschien staat hij online. Moet je even kijken. Op bezoek bij nummer 2. Dus daar wordt heel erg gezellig. Ik blijf daar vanavond slapen. En dan morgen gaan we de hele dag filmen. Dus dat is super leuk. Je hoort nu nog Roberto draaien op de achtergrond. Ik ben net ook live geweest op Facebook. Super tof als je had gekeken. Roberto staat daar zo. Was het lekker aan het draaien. Misschien ga ik een keer met Jason mee op een klus. Laat me even weten in de comments hier zo beneden. Als je dat leuk lijkt, dan was ik een keertje meegaan. En ja, ik hoop dat je het een leuke video vond. Ik dacht, het is wel leuk om even te vloggen vandaag. Dus dat heb ik ook gedaan. En dan zie ik jullie graag weer de volgende keer. Vergeet niet een blauw duimpje achter te laten. Abonneer op mijn kanaal en laat me in de comments weten wat jij van de Imagination AV vindt. En Amata Audio. Jongens, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!